Welkom bij de Marten van Kerk Academie. Mijn naam is Jaap Plugge. Ik ben een zeer ervaren tenniscoach op nationaal en internationaal niveau. Ik heb spelers begeleid op de WTA Tour. En mijn doel is om de komende jaren spelers die we zelf opleiden, dus jonge spelers, jonge talenten, om die voor die Tour klaar te maken. De passie voor tennis vinden wij essentieel. Als iemand de echte passie voor tennis heeft, dan straal je dat uit, zowel naast als op de baan. Tempo in de lessen, dus veel ballen slaan. Kinderen moeten en ook senioren moeten veel ballen slaan in hun training. Daarnaast zeg maar, is het moderne tennis natuurlijk gestoeld op heel veel vaart. Maar ook vooral de laatste jaren heel veel tempo. Dus de bal snel na de opstuit nemen. Ik ben Marten van Kerk. Ik ben eigenaar van de Marten van Kerk Academie samen met Jaap Plugge. Wat wij doen, wij leiden jonge kinderen op. Maar ook van 16, 17, 18 jaar die naar de wereldtop willen. Die beginnen meestal bij de Futures Challenges en dan die stap naar de wereldtop die is gewoon erg lastig. Wat wij doen, of een talent nou nog jong is of al 16, 17, 18 is of een wereldtopper is. Wat wij doen is dat wij echt individueel kijken wat de speler nodig heeft. De een heeft meer mentaal nodig, de ander meer fysiek. De ander moet uren op de baan maken. De ander moet bijvoorbeeld 20 toernooitjes per jaar spelen, de ander 35. Dus de aanpak is heel erg gericht op de speler. Dus welke leeftijd die ook is, wij hebben een programma van dat doen we met die en dat doen we met de ander. Ik train bij de Marten van Kerk Academie omdat ik het heel gezellig en leuk vind. En doe het vooral om beter te worden en later de wereldtop te bereiken. En ik train bij de Marten van Kerk Academy omdat ik de wereldtop wil bereiken en dat kan gewoon alleen maar hier. Ik train bij de Marten van Kerk Academie omdat ik een topservice wil krijgen en daarmee de wereldtop wil halen. Het voordeel van de Marten van Kerk Academie is dat het 15, 20 minuten van Schiphol vliegveld is. Dat is handig voor de spelers die ook willen reizen. Ze moeten dan in Europa, dan in Azië. Dus het is heel handig dat op het moment dat ze landen, dat ze ook dichtbij de traininglocatie zitten. We zien jullie bij de Marten van Kerk Academie. Onze academie is internationaal georiënteerd. En met name onze doelstelling is voor de komende jaren een speler of speelster klaar te stomen voor de internationale top.